Dag allemaal, hier zijn we weer met Lezen voor de Lijst en dit keer Bert Wagendorp van Toe, 2003. Je kunt je afvragen uit welke delen het boek is opgebouwd. Dat zijn er drie. Er is een proloog, dan het eigenlijke verhaal en dan een epiloog. De proloog bevat elementen die ook in het eigenlijke verhaal voorkomen. Daar moet je even goed op letten. Eigenlijk moet je het boek lezen, dat is bij een proloog altijd zo, en dan even nog een keer de proloog herlezen, dan val je vanzelf dingen op. De proloog bevat dus elementen die ook in het eigenlijke verhaal voorkomen, namelijk de tijd, die speelt in het boek een belangrijke rol. Op een gegeven moment kijkt Bart naar de foto van de vrienden op de Mont Ventoux en dan staat er: de tijd leek te verdwijnen, tot ik bijna de jongen was die daar stond. En hij herinnert zich het geluk dat hij ervaart. Dus dan gaat hij terug in de tijd door een foto die hij bekijkt. Uit een zolder opgediept. En verder staat er, ik citeer: ik heb mijn rechterarm om haar, dat is Laura, heen geslagen en kijk triomfantelijk in de lens. Als een voetballer die de kampioensbeker ook even mag vasthouden. Nou, dat verwijst natuurlijk naar Laura, dat even vasthouden, dat hij kampioen wordt. Hij wint van die jongens als hij met haar seks mag hebben in die tent, onderaan de Mont Ventoux. En dan voelt hij zich even de kampioen. Later wordt het problematisch voor hem, omdat hij er niks van begrijpt waarom en hoe dat precies allemaal gegaan is. Daar kom ik nog op. Het eigenlijke verhaal beschrijft de vrienden en hun vroege vriendschap. In de laatste jaren van de middelbare school en later ook in de tijd hoe die vriendschap zich ontwikkeld heeft. En hun gemeenschappelijke verliefdheid op die Laura. Het zijn Peter, de romanticus, een heel veelbelovende dichter. Die zelfs een boek uitbrengt, een bundel uitbrengt. En daar een officiële boekpresentatie bij houdt. En hij is degene met wie Laura een seksuele relatie heeft. En degene wiens ouders een bordeelboot hebben. Een boot waar mannen naartoe kunnen gaan die naar het bordeel willen. En die daar seks hebben met vrouwen. Joost is de rationele figuur die later heel goed in de natuurkunde wordt en de Spinoza-prijs voor natuurkunde krijgt. Maar later wordt hij beschuldigd van plagiaat. Maar hij weet heel veel van de snaartheorie. Dat is een theorie die echt bestaat. En die snaartheorie heeft er van alles met tijd te maken. Dan David, dat is de Surinaamse jongen, die is het meest nuchter. Die neemt het reisbureau van zijn vader over, Oost-West, en speelt eigenlijk de meest nuchtere rol. Hij is wel wat verliefd op Laura, maar niet zo duidelijk. André is de emotionele, die het criminele pad opgegaan is. Hij is een soort heroïnedealer geworden. Hij wordt ook beschuldigd, maar hij wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij is heel stoïcijns verder en hij heeft met Laura gezoend. Dan Bart, dat is de ik-verteller. Die gaat eenmaal met Laura naar bed en hij vraagt zich later in zijn leven af waarom, als ze verdwenen is, wat is daar gebeurd, waarom heeft ze dat gedaan? Ze had een relatie met Peter en waarom heeft ze dat één keer met mij gedaan? De antwoord komt straks. Alle jongens en mannen die met elkaar vriendschap hebben, willen wel met die mooie Laura naar bed. En dan doet jaloezie en competitie hun intrede in een vriendengroep. Maar het blijft best gezellig en vriendschappelijk. Laura heeft zelf heel bekrompen ouders en heeft het niet best thuis. Die wordt zelfs geslagen. Op een gegeven moment ontdekken ze een blauwe plek op haar arm. Ze mocht niet naar de Mont Ventoux waar de jongens dan heen gaan. En ze is geslagen. De kern van de zaak wordt na 30 jaar, als de vrienden op Laura's verzoek nog één keer naar de Mont Ventoux komen en die Mont Ventoux nog één keer beklimmen, duidelijk. Waarom heeft Laura maar eenmaal met Bart seks gehad? Terwijl ze iets met Peter had. En is ze daarna spoorloos verdwenen en is ze niet naar Peters begrafenis gekomen? Want je weet dat Peter
omgekomen is bij het dalen van de Mont Ventoux naar beneden. Die is met zijn hoofd tegen een paaltje gekomen en is daarbij overleden. De vraag is dus, waarom heeft Laura dat allemaal gedaan? Het blijkt dat Peter een donkere kant had. Dat is het antwoord op die vraag. Hij keek ontzettend veel films samen met Laura, waaronder The Night Porter, de nachtportier, en Beyond Good and Evil. Jenseits von Gut und Böse van Nietzsche, een beroemd boek van Nietzsche. En via The Night Porter ontdekt hij dat liefde en seks rechtstreeks verbonden zijn met macht. Dat je via de liefde en de seksualiteit macht over iemand kunt hebben. En hij gaat Laura ook zo behandelen. Hij laat haar doen. Hij ontdekt, ik kan haar laten doen wat ik wil. En dat doet hij dan ook. En die andere film waar Peter door geobsedeerd is, Beyond Good and Evil, daar vindt een driehoeksrelatie plaats tussen aan de ene kant Nietzsche en zijn vriend Paul Ree en Lau Salome. Let op die naam Lau, zo wordt Laura aangesproken in de vriendengroep. Maar Nietzsche laat zijn vriend Paul Ree seks hebben met die Lau Salome en houdt haar hand daarbij vast. En dan zegt Peter, denkt Peter, ik wil ook dat iemand uit die vriendengroep die rol van die Paul Ree speelt en dat moet dan Bart worden. En dan vindt Bart, Peter dus Bart, de ik-verteller, de geschikte kandidaat en daarom gaat Laura seks met hem hebben. Ze wordt eigenlijk min of meer ook wel gedwongen, maar tegelijkertijd vindt ze het wel heel opwindend. Je moet er bij bedenken dat zij bij de boekpresentatie van de gedichtenbundel van Peter heeft gezegd, ik ben de muze van Peter. De geliefde vrouw die hij graag bezingt in zijn gedichten. En ik ben een muze die geen morele grenzen kent. Nou, dat blijkt hier maar weer. Dus Peter dwingt Laura seks met Bart te hebben. En die ene keer komt het dan voor. En dan zit daarna, komt die geweldige dramatische scène van het vallen van Peter. En dan gaat Peter dood en dan gaan ze uiteen. En wat blijkt, Laura stuurt wel bloemen en een foto, maar ze gaat niet naar de begrafenis. Bart is woedend daarover. Zo woedend dat hij Joost met de foto van de zes op de Mont Ventoux op het hoofd slaat en die foto aan stukken slaat. Zo kwaad is die. Dat kun je ook begrijpen. Je denkt, het ging niet om mij, maar het ging om het uitvoeren van een soort experiment. Uiteindelijk komt er bij het hele onthullen van al die zaken nog iets bij. Als ze samen gaan eten, als ze weer een beetje bedaard zijn en met name Bart weer wat rustig is, en ze gaan samen eten, komt Laura daaraan met een blinde man aan haar arm en dat blijkt haar zoon Willem te zijn. En alle jongens zien onmiddellijk de gelijkenis met Peter. En zij zegt dat dan tegen Bart, nu begrijp je waarom ik niet kon blijven en waarom het niet iets kon worden tussen ons. En ik ben weggegaan, want dat was natuurlijk in mijn milieu ook helemaal niet aanvaardbaar. En ik ben weggegaan en eigenlijk die 30 jaar die ertussen zit, nooit meer wat van me laten horen en verdween. Derde deel is de epiloog. Daar vindt de boekpresentatie plaats van het boek dat Bart geschreven heeft. Spinoza demareert. Dat heeft iets filosofisch. Hè? Spinoza is de grote filosoof uit de Renaissance. En dat demareren slaat natuurlijk op het snel wegfietsen. Dus ja, misschien is het een beetje een filosofisch getint boek, maar hij wilde niks van weten dat het alleen maar over wielrennen gaat, want, zegt hij, het gaat over het hele leven. Net als dit boek. Hè? Je zou misschien wel in die Bart een alter ego voor de auteur Bert Wagendorp kunnen zien. Welke motieven bevat het boek? Nou, ik heb er twee ontdekt waarvan je, denk ik, één overheen leest. Vriendschap natuurlijk. De vriendschap tussen de vijf mannen wordt humoristisch en ontroerend beschreven. Gezien hun gemeenschappelijke verliefdheid op die Laura, die een belangrijke rol speelt.
Je moet trouwens goed onthouden en weten op het tentamen dat Petrarca, een beroemde schrijver, sonnetten voor Laura heeft geschreven. Die had ook een muze en die heette Laura. En daarom heet deze vrouw ook Laura, denk ik. De vriendschap overwint altijd. Dat is dus de vriendschap. Dan, tweede motief is de tijd. Er staan allerlei losse opmerkingen over de tijd in het verhaal. Ten eerste gaat het natuurlijk om het terughalen van het verleden, van 30 jaar terug. En daar draait het hele boek om. Het gaat erom dat je ontdekt wat er 30 jaar geleden nou precies gebeurd is. En met name Bart is heel benieuwd, mag je wel zeggen brandend benieuwd, naar de vraag waarom heeft het zich afgespeeld zoals het zich heeft afgespeeld. De vriendschap en de beklimming van de Mont Ventoux en de afdaling waar Peter dus omkomt, dat wordt teruggehaald als het ware. De jongens vragen zich af of het dood door schuld was. Hadden we niet moeten waarschuwen of moeten zeggen dat jij gaat niet naar beneden, want je hebt te weinig ervaring. Misschien had hij ook tubes om zijn wiel heen, van die tubes waar ze op wielrennen en waardoor je vreselijk kan komen te vallen. Dat is allemaal niet zo duidelijk, maar het gaat om het terughalen. Het gaat om het terughalen en het herbeleven van het verleden. En ze gaan ook letterlijk terug in de tijd door op te helderen wat er gebeurd is. En ze gaan dan naar de Mont Ventoux voor de tweede keer. Ze gaan nogmaals beklimmen. En daarmee halen ze als het ware de tijd terug. Bij het beklimmen van de Mont Ventoux denkt Bart, en ik citeer nu: ik fiets de tijd terug. Als ik heel hard trap, fiets ik de tijd terug. De bandjes zijn de tijd die terugrolt. Dat is wat hij terug wil halen. En wat hij ook terughaalt. En wat de andere mannen ook terughalen. Dan is er het tweede aspect van de tijd. Het stilzetten van de tijd. Dat gebeurt vaak. Die wens van stilzetten van de tijd. Het kan natuurlijk niet, maar dat wens je dan. Je zet de tijd even stil. Op een foto bijvoorbeeld zet je de tijd stil. Om het kijken naar die foto op momenten van geluk doe je dat. Als ze op de bordeelboot zijn, vlak na het eindexamen gaan ze zwemmen en dan roepen ze naar elkaar: dit moeten we onthouden, dit is een moment van geluk, dit mag niet voorbij gaan, dit moet je je blijven herinneren. Voor Bart is Peter nooit echt dood gegaan. Voor de anderen denk ik ook niet. En hij staat eigenlijk stil in de tijd. Op een bepaalde manier is hij altijd bij hen. Net als Laura. Bart heeft zijn dochter niet voor niks Anna genoemd. Want Peter noemde Laura Anna. En dus Anna Laura was de muze van Peter. Zoals Laura dat het voor Petrarca was. Joost zegt over zijn snaartheorie op een gegeven moment: op het diepste niveau bestaan tijd en ruimte niet meer. Soms raakt de diepere werkelijkheid ons. Dus die diepere werkelijkheid is het wegvallen van tijd en ruimte. En dan is er geen afstand meer tussen ons en het verleden. André, is ook een mooi voorbeeld van het stilzetten van die tijd, die heeft altijd zijn vader bij zich. Zijn vader die hem geweigerd heeft aan het sterfbed. Dat is nogal wat, omdat hij crimineel was. En neemt toch die vader altijd mee, vooral als hij de Mont Ventoux op fietst, zit hij als het ware achter op zijn fiets, of voor op zijn fiets, zo je wil. Ten slotte komt de tijd natuurlijk gewoon voor als sloper. Met het voortschrijden van de tijd wordt iedereen ouder. Alle mannen hebben nu een geschiedenis. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kan niet meer worden teruggedraaid. Daarvan zijn ze zich heel erg bewust. Ik geef een citaat als Bart naar de foto kijkt. Tijd sloopt je, verandert je. Anna staat er natuurlijk niet op die foto. Ik ben nu 48 met een dochter van 21. Maar wie ben je echt? Als je doodgaat, keer je terug naar wie je echt bent. Het verleden vergeten en zonder toekomst. Tenslotte, nog één aspect van de tijd, dat tijd een illusie is. Een noodlottige illusie. Tijd bestaat niet, zegt Joost. Er is alleen maar een ordening. Nou, hij weet er heel wat van, want hij is een van de begrijpers van de snaartheorie.
Er zijn er maar een paar honderd op de wereld die begrijpen hoe die snaartheorie in elkaar zit. Peter moet op de bordeelbootdeuren van de cabines slaan en roepen tegen die mannen tijd. En dan zie je ook dat dat een noodlottige illusie is. Dan is het afgelopen met de pret. In dit boek kun je dus zeggen, gaat het zeker om vriendschap en zeker niet om wielrennen. Wielrennen is wel een mooie aanleiding om het boek te schrijven. Andere literatuur speelt ook een rol. Films spelen een rol. Popsongs spelen een rol. Het is allemaal eigentijds gemaakt. Twee klassieke films spelen zelfs een sleutelrol. Die hebben we net gezien. En een gedicht van Jan Kal, Fietsen op de Mont Ventoux. Eigenlijk moet je dat nog weer eens even opzoeken op het internet en dat even tot je door laten dringen. Ik ga het nou niet hier opzeggen, dan duurt het allemaal te lang, maar dat zou je nog kunnen doen. Het is een prachtig gedicht. Ijdelheid en najagen van wind is de laatste zin van dat hele gedicht. Wat is het thema? Voor mij is dat, je weet, formuleer ik als wat het centrale onderwerp of probleem in het boek is. Voor de lezer, wat de lezer ervaart en ik ervaar. De onverwoestbare liefde en vriendschap van 4 of 5 mannen voor 1 vrouw. 4 of 5 vrienden, moet ik zeggen, voor 1 vrouw. De onverwoestbare liefde van 4 of 5 vrienden voor 1 vrouw. Mooi boek, onderhoudend boek. Hij heeft geprobeerd er iets meer diepte aan te geven door ook de filosofische gedachte over de tijd in te lassen. En dat is me gelukt, denk ik. Dankjewel, tot de volgende keer.